Bij Rutjes, Van den Berg en Van der Leeuw is een contract al eens eerder verlengd en daarom moesten de contracten van die spelers formeel voor 1 april worden opgezegd. Anders zouden ze automatisch verlengd worden. En zolang er geen nieuwe technisch directeur en trainer voor het volgend seizoen bekend is, is het nog onduidelijk met wie Sparta verder gaat. Hetzelfde geldt voor de 16 andere spelers, wiens contract afloopt. Hierbij horen onder andere de ervaren spelers Ruud Knol en Karim Touzani. Zij zijn de grootverdieners van de selectie en met de slechte financiële situatie op het kasteel lijkt het ondenkbaar dat zij mogen bijtekenen.